vandaag maandag. Dat betekent dat onze vakantie voorbij is. Ik ben altijd op maandag vrij. En Milena gaat dan altijd naar schooltje. Dus ik ga even haar tas inpakken en klaarmaken. Was jij ook alweer wakker? Ja. Was jij ook alweer wakker, kleine spook? Zeg maar ja, weer lekker vroeg. Ja. Gaan we zometeen samen je zus naar school brengen? Ja. Dadelijk eerst je zus wakker maken, hè? Die slaapt nog wel lekker. Dan gaan we Milena wakker maken. Anders gaan we het niet rennen voor schooltje. Laat je zus wakker maken. Goedemorgen. Wat nee? Heb je lekker geslapen? Gaan we naar schooltje? Ja. Ja? Heb je daar zin in? Ja. Ja? Krijg mama een kusje dan? Ja. En je broertje? Oh, heb je lekker geslapen, schat? Heb je lekker geslapen? Ja. Ja, zullen we gaan aankleden? Mama kleertjes pakken? Ja. Ja? Gaan we doen. Ja, loop maar. Dit is ook al zo gemaakt. Mijn kindje gaat ook naar school. Ja. Ja, loop maar. Er zit nog een auto op mijn troon. Er zit een auto. En we gaan naartoe, Milena. Oh, wat zo. Naar jouw school, hè. Ga je weer lekker spelen met je vriendinnetjes? Ja, alle kindjes gaan weer naar school, hè? En dan komt mama jou straks weer ophalen met Liano. Ja, maar wat doosje nog? Wat zeg je? Doosje. Als we terugkomen van Milena naar school gebracht hebben, dan krijgt Liano de fles. En dan gaat hij zo weer lekker slapen voor zijn ochtenddutje. En dan kan mama even lekker opruimen. Ja. Even de rotzooi aan de kant. Ja. Even lekker slapen, vriend. Zo. Maar het rusten. Laat rusten. Slaap lekker. Tot straks. Goedemorgen allemaal. Het is nou 6:15. Vakantie is afgelopen. Vrachtwagens verkoop klaarmaken. Wassen.
schuren, spuiten, noem maar op. Dus dan kan je een beetje zien wat ik doe. Kijk, als je goed kijkt zo. Die vrouwwagen moet dan geschuurd worden. Dat doen wij dan allemaal. De camera draaien. Oh. Nou, dit is de wasstraat. Dat er enige was moet worden. Dat ben ik afgelopen. Heb je lekker geslapen, schat? Hè? Heb je lekker geslapen? Ja. Ja, papa. Ik heb een naantje. Pak de bal maar. Kom maar bij mama. Kom maar. Kom maar deze kant. Ja. Kom maar. Goed zo. Goed zo. Kom maar. Pak de bal. Goed zo. Grote jongen. Ja, doe je goed tijgeren. Bijna kruipen. De billen gaan steeds meer omhoog. Ja. Goed zo. Je zus weer opgehaald, hè? Je zusje er weer. Hey, was het leuk op school? Met een beestje? Ja. Wat heb je met het beestje gedaan? Ga zitten, dadelijk val je. Zit op je billen. Ik heb gekeken. Heb je gekeken naar een beestje? Ja. Oh. Wat voor een beestje? Goed zitten, ga eens goed zitten. Goed op je billen. Ja, goed zo. Eentje. Zijn dat grote eentjes? Die maakt niet aan, hoor. Nee, hier deur kan niet. Dan bijten ze dadelijk in jouw vinger. Ja. Ja. Nee, hoor. Mijn vinger. Nee, gewoon blijf zitten. Ik zet hem even. Hoor je schreeuwen? Kom, ga
Waar? Ga maar in het water. Niet doen. Dan worden ze boos op jou. Wat is hij? Boefie. Een boefie? Een boefie. Jij mag zo kussen op. Wacht. Ik ben leeuw. Ik woele woele. Woele woele woele. Wil je een kusje geven? Jouw lieve grote zusje, hè? Papa, niks tegen jou. Ik heb je helemaal niet gehoord, hè? Komt hij binnen, zegt hij niks, hè? Hè? Doet papa niks tegen jou zeggen? Liano. Hij is helemaal verdrietig van. Of niet? Is hij helemaal verdrietig? Stoot de papa. Altijd afstandsbediening. Wat is dat toch met baby's en afstandsbedieningen? Je hebt zoveel speelgoed voor ze, maar toch wel eens altijd afstandsbediening. Waarom? Ja. Hey. Papa weer klaar met werken, hè? Ja. Zo. Ik zit in de auto. Ik ben even onderweg naar de dermatoloog. Want sinds mijn 2 zwangerschappen is mijn haar echt heel erg uitgevallen. Dus ik heb daar vorige keer voor moeten bloed prikken. Om te kijken of mijn veratine wel hoog genoeg was. Die was hoog genoeg. Dus nu willen ze toch even gaan kijken of er iets anders aan de hand kan zijn. Of dat het gewoon echt door de hormonen komt. Deze afspraak heb ik wel een maand geleden gemaakt. En een maand geleden vond ik het wel erger als nu. Ik heb het gevoel dat het wel weer iets dikker aan het worden is. Maar als ik mijn haren blijf borstelen, dan verlies ik wel nog steeds heel veel haar. Dus we gaan even kijken wat de dermatoloog ervan zegt. En of we er iets aan kunnen doen. Want die volle lange bos haren van mijn eigen, die heb ik helaas niet meer. Maar ja, ik heb er wel de 2 mooiste kindjes aan overgehouden. Dus ja, dat is wel belangrijk. Nou, ik ben net bij de dermatoloog geweest. En wat ik heb heet telogeen effluvium. Dat is een verstoring in je haargroeicyclus. Ik krijg nou een shampoo. Daarmee moet ik het gaan wassen en dan moet ik over 2 maanden terugkomen om te kijken hoe het er dan uitziet. Maar ik krijg dus allemaal al van die plukjes babyhaar, dus het gaat wel goed komen. En de oorzaak is eigenlijk mijn 2 zwangerschappen en het vele afvallen de laatste tijd. Dat is gewoon een klap geweest voor mijn lichaam, zoveel tegelijk. En daardoor is is dat groeien van mijn haar dus een beetje uit balans. Maar ze denkt dat het helemaal goed moet komen. Dus we wachten af. We gaan ze met die shampoo wassen. En dan hoop ik dat ik snel weer een mooie bos met lange volle haren heb.